Welkom bij Altavista. We gaan beginnen. Ja allemaal, welkom terug. Trouwens, hier ben ik. Helemaal tof. Vandaag gaan we iets heel gaaf doen. We gaan echt waar de grootste mailkan gaan we openen die ik ooit en ook ooit ontvangen heb. Het is deze box. Er zitten echt heel veel gave dingen in. Er zitten er tennis in, movie moments, deluxe pops, normale Funko pops, noem maar op. Te veel om te noemen. Dus we gaan hem gauw unboxen. Heel erg gaaf. Ik heb deze video heel lang willen doen. Maar elke keer heb ik het uit moeten stellen. Dat er natuurlijk weer kruid wat eraan kwam of andere dingetjes of andere mystery boxen, et cetera. Goed, ik ga hem voor jullie openmaken. Heel spannend. Er zitten echt heel gave dingen in. Dus we gaan gauw beginnen. Allereerst opvulmateriaal, daar haal ik eruit. Dan moet ik even gaan kijken nog. We gaan beginnen met een deluxe pop. Heel erg vet. Hoe heb ik trouwens in deze doos tot stand gekomen? Van alles en nog wat. Zo zit er nog een verjaardag cadeautje van mij zit erbij. Er zitten heel veel dingetjes bij die ik via personal sale heb gekocht, via Facebook, etc. En via Tiny Titan heb ik ook nog iets ontvangen. Heel veel gave dingen. Dus die allemaal in deze doos zitten. Dat is echt heel erg tof. Ik ga gauw beginnen met de allereerste. De allereerste is echt heel erg tof. Het is een deluxe pop. Het is namelijk Supreme Leader Kylo Ren. Ja, in de Whisper. Heel erg vet. Kijk aan. Hoe cool is deze pop? Ja, deze heb ik gekregen voor mijn verjaardag van mijn ouders. Heel erg gaaf. Ja, en mijn moeder heeft die gescoord bij de GameStop. Echt heel erg gaaf. 321. Supreme Leader Kylo Ren in Thai Whisper. Ik zeg in de Whisper. In Thai Whisper. Waar Whisper staat. Zo noemen ze het. Je hebt de Thai Fighter, dan is het Thai Whisper. Heel erg tof. Kijk aan. Een deluxe pop. Tenminste, ik noem het een deluxe pop. Omdat meestal, de doos ziet er raar uit. Ik ken eigenlijk geen enkele pop die zo in zo'n doos zit. Kijk, voor het windowtje. En aan de zijkant zo. En aan de zijkant hier. En achterop. Heel erg gaaf. 321 Supreme Leader Kylo Ren. Echt heel erg tof. Heel erg blij mee. Ja, ik wist natuurlijk al dat ik hem had. Of zou krijgen. Echt heel erg gaaf. Nou kunnen jullie hem ook zien. Echt heel erg vet. En dan gaan we gauw naar de volgende. En wat gaan we nou laten zien? Even kijken. Deze twee. Dit zijn twee pops. Die heb ik ook gekocht. Die zijn nog van de Action. Je kunt het zien. Deze sticker er nog op. Deze pop die had ik al. Even kijken of ik die snel kan laten zien. Ja. Kijk, het is Osiris. En Osiris had ik al. Die heb ik expres gekocht. Dubbel. Heel weinig voor hoeven te betalen. €2 volgens mij mag. Maar die wil ik graag hebben omdat ik hier speciaal voor mee ga doen. Ik wil daar misschien weer een custom van gaan maken. Vandaar dat ik die gekocht heb voor €2. En zo heb ik er nog eentje. Even zoeken. Ja, zo heb ik er nog eentje. En dat is Jerry van Rick and Morty. 302. Kijk aan. En die heb ik ook. Ja, hier. Als je hem hier ziet. Nummertje 302. Ja. Die had ik dus al. Ik moet wel eventjes kijken welke de beste box is. Daar moet ik wel eventjes bij kijken. Dus ook heel erg tof. Ook voor €2. Dus dit zijn dus de twee normale box. 339 en 302 van Rick and Morty en van Destiny. Ja, ik had ze dus al. Maar voor een speciaal project heb ik ze gekocht. Heel erg tof. Ja, tot zover al drie pops. Maar er komt nog veel en veel en veel meer aan. Waar gaan we nou mee beginnen? Ja, dit is trouwens heel gaaf. Ook iets unieks mag ik wel zeggen. Een beetje voorzichtig uit kan krijgen. Zo'n grote doos. Ja, dit is namelijk mijn allereerste movie moment. Ja, ik had het een tijdje terug al gezegd. Hè. Ik heb nog geen enkele movie moment Funko Pop. En dit is mijn allereerste. En het is heel erg tof. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is Daenerys en Jorah at the Battle of Winterfell. Heel erg gaaf. Kijk aan. De Game of Thrones movie moment. Hoe gaaf is deze? Echt heel vet. Ja, via Facebook gekocht. Heel erg blij mee. Hij is echt heel erg gaaf. Ja, ik vind deze zo tof. Met heel de vlammen en zo. Kijk aan. Kun je hier zien. Ik laat hem trouwens hier ook eventjes zien. En zien jullie hem ook nog een keer. Ja, het zit op een soort statief staan ze met z'n tweeën. Echt heel erg gaaf. En de achtergrond van de doos. Daar zie je ook echt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het vuurgevecht eigenlijk. Heel erg tof. Kijk aan. Nummertje 86. Hier achterop zien jullie het nog een keertje. Daenerys en Jorah at the Battle of Winterfell. Volgens mij is dit van het laatste seizoen, als ik me niet vergis. Ja. Ik ga trouwens ook over Game of Thrones binnenkort ook eens eventjes een hele full review laten zien. En even kijken welke pops ik allemaal nou daarvan heb. Want daar heb ik ook aardige pops van. Ik had
Kijk, Night King en Ice Vizillion had ik al. Dat is een rijkpop. En het is ongeveer net zo groot als deze doos. Echt heel erg tof. Nou, tot zover deze pops. En ik heb nog veel meer. En ik save the best for last, denk ik dat mag. We hebben nog meer. Ik wil even... Ja, dank je. De volgende is ook een pop. Het is van Despicable Me 422 Kel. Ja, kijk aan. Kel van Despicable Me. En ik had hier al een paar pops van. Spy Guru had ik. En ik had daar ook de Chase editie van. En volgens mij was het al wel. En dan heb ik de Sky ook. Kijk aan. Ook goedkoop kunnen kopen. Heel erg tof. Heel erg blij mee. Ja, echt heel erg tof. Van dezelfde al vaak deze gekocht heb. Dus nogmaals bedankt Mike. Je weet hoe ik het over jou heb. Vorige keer ook wel heel gaaf van jou mogen ontvangen. En nou dus weer heel erg tof. Kyle van Despicable Me 3 422. Ik zet hem eventjes hier neer. Zodat we de pops hebben. De movie moments. Deluxe. Ja, en ik zei het al. We missen dus nog één ding. En die ga ik er nou bij halen. Het is het laatste in de doos. Maar het zorgt eigenlijk wel voor de meeste opvulling in de doos. Ik zei het al. Een 10-inch pop. En ik ga hem proberen uit te tillen. Het is een 10-inch pop van, gekeken via Tiny Titan. Ja, het is niemand minder dan Spyro. Ja, Spyro. Ik ga het eventjes zo een beetje op tafel zetten. Spyro, een special edition moet ik bij zeggen. Kijk aan, 528. Hoe gaaf is deze pop? Kijk aan. Heel erg tof. Ja, we gaan hem ook echt openmaken voor jullie. Want de seal is hier. Kijk, ik heel veel seal openmaken. Ja, echt heel gaaf. Ja, het is eraf. Heel erg tof. Kijk eens aan wat een gave 10-inch pop. En dit is mijn derde 10-inch pop. Ja, Loot Lama had ik, Pennywise had ik. En nou de Spyro heb ik. Heel erg gaaf. Kijk aan. Oh nee, mijn vierde natuurlijk. Ik heb de Child heb ik ook. Ja, kijk aan. Dus als ik ook mijn vijfde heb, kunnen we daar een hele gave top 5 van maken. 528 Spyro. En van de game Spyro. Ja, vroeger gespeeld op PlayStation 1. Ja, zien jullie hierboven. Heel erg gaaf. Ik ga hem even hier neerzetten. Of we gaan het even een beetje anders indelen. Zo. 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 Ik hoop dat jullie mij nog een beetje kunnen zien. Want mijn tafel staat helemaal vol. Ja, tot zover deze video. Deze hele gave mailcall. Het is veel geworden. Echt heel erg gaaf. Ja, ik ben hier echt zo ontzettend super blij mee. Ten eerste inderdaad, mijn ouders wil ik bedanken voor deze pop natuurlijk. Supreme Leader Kylo Ren van de GameStop. Ik wil Mike wil ik bedanken voor Daniel en Jora, de Movie Moments. En voor Despicable Me 3. Via Facebook wil ik ook eventjes bedanken waar ik deze twee, die ik natuurlijk ook in collectie had, heb mogen ontvangen. Want daar ga ik nog iets heel gaafs mee doen. Daar wil ik iets van een custom mee maken. En Tiny Titan natuurlijk super bedankt voor deze pop, die 10-inch pop. Hoe vet is die Spyro? Ja, tot zover deze video. Dit wilde ik jullie heel graag laten zien. En ik heb nog veel meer dat ik wil laten zien. Want ik heb nog een paar oversized pops. Heb ik vorige keer al gezegd. Een heel speciale pop zijn daar. Ik ga dat nog niet te veel over verklappen, maar dan gaan jullie binnenkort zien. Wat staat er nog meer? Harry Potter pops. Nog hele gave reviews die ik wil laten zien. Een paar full sets die ik wil laten zien. En nog wat top 5's. Kruidvat komt er weer aan. Ja, heb ik ook nog wel het een en ander voor klaarstaan. Etcetera, etcetera, etcetera. Dus ik zou zeggen, houd het kanaal in de gaten. Mis je een enkele video. Hoe kan je er nou voor zorgen? Nou, hieronder kun je eigen abonneren. Doe dat. En druk op een belletje. En dan krijg je namelijk een melding als de nieuwe video weer online staat. En aan die kant kun je op een duimpje omhoog drukken. Doe dat ook. Zou ik heel erg tof vinden. Ja, ik ga kijken of ik dit alles een mooie plek weer kan vinden in de collectie. Ja, het vergt namelijk aardig wat... wat ruimte, dus we moeten eventjes kijken waar ik wat ruimte kan reserveren. Want jullie zien het niet, maar ik ben redelijk ingebouwd tussen de Funko Pops. Dus ook daar binnenkort ga ik een leuke video over maken over hoe het er nou hier allemaal uitziet. Want ik krijg heel veel verzoeken van mensen die zeggen van laat het nou eens een keertje zien. Dus het gaat er echt allemaal aankomen. Dus voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken, bedankt voor jullie support en tot de volgende video. Groetjes, doei, doei.